Alhoewel Suriname zich nu volgens het herstelplan van de regering midden in de stabilisatiefase begint, worden ondernemers geconfronteerd met een sterke daling van de koopkracht. Rajan Ramsudit, directielid van Combi Markt, zegt dat een aantal factoren de koopkracht op dit moment sterk beïnvloeden. Bij de onderneming is in de afgelopen 3 maanden een constante koopkrachtdaling van 13% geconstateerd. Nog erbij moet ik ook verklappen de stijgende grondstoffenprijzen, de stijgende energieprijzen, de stijgende gasprijzen en de stijgende vrachttarieven van de scheepvaartmaatschappij werkt niet mee dat eigenlijk de prijzen in de winkels eigenlijk toch nog stabiel of naar laag kunnen, nu momenteel. Schreeuwende 5-6 maal hogere scheepvaarttarieven, dat bedoel ik containerprijzen die momenteel de wereldwijd, wereldhandel ook heel schade leidt, denk ik dat ook een heel grote hap is dat de prijzen in de winkel ook hoog zijn. Dus ik denk dat dat het geval is. Onder de centrale markt ervaren de marktventers het niet anders. De verkopers Kelia Delia en Arsa Poniram zien het niet meer zitten met de huidige koopkracht. Beiden vragen zich af waaraan het zou liggen dat de koopkracht zo drastisch aan het afnemen is. Terwijl kleermaker Nasser Ramahi overtuigend praat over wanbeleid dat door verschillende regeringen in het verleden is gevoerd. In vergelijking met de afgelopen maanden merkt Ramahi een afname van 80%. Ik kan het niet meer. Dat if we denk dat we met een contact van 300 SRD wins voor een week of een day, dat tegenwoordig een krie, dat je jaren een tractor baka, dat ano 300 je met morgen kan, dan 100 kolu een prijs komt voor ook baka, ja toch? Want ook we zitten penda saus ook toe. Vorige week we bij penda een saka penda, hebben de 1300. Is de migo baka migo actie 1600 akong. Ja, look at the FIP olie DC. Look at me buy 3 carton olie jasso. Me ben buy 400 kolu. No, no, the max is 75 liter. If you look at my 12, 75 my 12, absa her price dat ik ba. Ma, uno no ma for hook, noti jasso na woyo, want the over hook, a conkina system de, as man eko na woyo, the sao do. Want if a san go to sodoro, or hebi to gi unu jasso. Ya to des, we roko, u kan verdino asani. Maar, niks in allemaal bereik. Kleine baby zelf kan het logisch. Een dollar van 57 naar 21. Benzineprijs. Alles gaat doorwerken naar wie toe? Het volk. Het volk gaat boet ervoor. De dagkosten voor de marktventers is 1 Surinaamse dollar per vierkante meter. Ze geven aan dat dit tarief nu een probleem wordt om te kunnen betalen aangezien zij zo weinig verkopen.